Ons vierde en laatste gerechtje met caviar gaan we doen met tarbot, een jus met vodka en zeesla, shallotje, hardgekookt eitje, peterselie. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst onze jus maken. Dus met caviar wordt er meestal vodka gedronken, dus we gaan er weinig bij drinken. We gaan gewoon vodka nemen. Vodka is een heel neutrale smaak. Een beetje shallot, dat ga ik grof snijden, want ik ga die saus dan toch passeren. Zo. Wat gaan we daar nog bij doen? Zeesla. Dat kunnen we nu overal al kopen. Die is wat gespoeld, want die wordt bewaard met zeezout. Maar ik vind dat wel lekker, dat geeft een zilte smaak aan je jus. Je moet ook niet veel, niet overdrijven. Gewoon een beetje. In feite ook ideaal, een goede vervanger van een visbouillon. Dus wat gaan we nog doen? Onze tarbot bakken. Dus we gaan een pannetje nemen, een klein beetje geclarifieerde boter. Dus de boter waar de melk uit is. Dan gaan we minder gebruiken en uw boter kan hogere temperatuur. Geclarifieerde boter in mijn frigo 3 maanden houdbaar. Zolang alle vocht, het melkzuren, alles eruit is. Een klein beetje zout doen op onze vis. En zo, mooi in de pan. Tarbot, een hele lekkere vis, hè. Nooit vergeten. Wat gaan we nog bij onze jus doen? Dat is een beetje citroen. Mooi, lekkere zuren, ook niet overdrijven. Mooi omdraaien. Wat gaan we nu bij onze jus doen? Is een beetje room. Niet overdrijven, het moet geen echte dikke roomsaus zijn. Hè. Gewoon, laten we zeggen, 1/4 room. Dus onze vis gaan we gewoon laten verder gaan. En nu gaan we daar gewoon een beetje gewone boter, geen geclarifieerde boter, bij doen. Zo. Altijd maar overgieten. Zo gaan we die tarbot mooi op zijn gemak haren. Zo'n mooi stukje vis moeten we met liefde bereiden. We gaan dat mooi aan de zijkant plaatsen. Onze jus. Mooi. Klein beetje room, die vodka, die zeesla die zijn aroma's geeft. En die gaan we gewoon passeren door een zeef. Zo, en meer niet. Saus niet laten inkoken, niet ver, niet binden. Oké, een beetje zout. En nog een beetje citroenzaap. Saus klaar, tarbot bijna gaar. Kijken naar de cuisson van onze vis. Dus als je dan mooi met een prikker doorgaat, dat wil zeggen dat onze vis gaar is. Dus onze vis is gaar. Lekkere pureepatatjes. En gewoon heel simpel. Een beetje eigeel erbij. Een beetje eiwit. Nog een klein beetje peterselie. Echt, met alles niet overdrijven. Want we eten caviar. Maar toch iets, zo'n klein beetje groen van de peterselie. En de vis. Wat gaan we nu doen? We gaan er echt iets tops van maken. Ik ga mijn 3 soorten caviar, Belgische caviar, verdelen over mijn vis. Zoals je vis aan het eten bent, ga ik 3 soorten caviar hebben. Dat is luxe. Dus wat hebben we? Links onze gold label. Die kunnen we zien, hè. Dan hier hebben we platinum. En dan onze Nocietra. Zwarte hout. En nu gewoon die jus. Met die zeesla. Niet veel. Zo. Zo, een royale portie caviar. Tarbot.
3 topkaviaars uit België. Dat moet ik kunnen in het leven.